Ja, jongens, ik moet beginnen dankzij random events bij Terraria met het intro scherm. Of ja, gewoon hier met het Terraria windowtje voordat we in de wereld zitten. Zo verschrikkelijk is het, verdurrie. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Aan de intro muziek hoorde je al, dit wordt een speciale opnamesessie. Want er is namelijk een event gaande. En er is nog een event gaande, maar daar komt later op. Ik ben natuurlijk niet alleen, ben ik samen met... Erik. En Evan. En wij gaan verder met Triforce Heroes. En Terraria Triforce Heroes, niet dat jullie denken of we met 3DS'en zitten te spelen of iets in die trend. Maar het probleem is, vanaf 15 december uit het hoofd tot en met 31 december is er een speciaal kerstevent gaande. Waardoor dat de slimes, de hartjes en alles er anders uit zullen zien. Zullen jullie daar ook wel zien in de aflevering. Nou komt het probleem. Ik had een leuk idee, voorbereidingen, om ook zeg maar ons dorpje een beetje kerstsfeer te geven. Op het moment dat ik daarmee bezig was om daar de items klaar voor te zetten, is er een goblin army gekomen. Die komt totaal random naar het verslaan van de Eye of Cthulhu. Heb je geen zeggenschap over. En echt, ik heb nog geen 2 minuten die wereld ingezet. En gelijk, poef, goblin armor. Dus op het moment dat we joinen, worden we gelijk belaagd door heel veel vijanden. Dus we moeten gelijk beginnen met vechten, maar dat gaan we gewoon doen. Nou, dus ik ga hem starten. Jullie kunnen gelijk joinen en dan wordt gelijk battelen voor je leven. Geen dead count, jongens. Erik, ik kijk naar jou. Komt vast wel goed. Hoi! I am the great mighty Pooh, and I'm throwing a lot of bullets at you. Waar zijn we? Oké, daar zijn ze. Oké. Oh boy, ik ga zo dood. Just arrows of iets. Oh, heb ik mijn unholy arrows? Heb ik die bij me? Ja, die heb ik. Ik ga niet sterven. team blauw. Oh ja, team. Dat komt zo meneer wel. Team blauw. Ik zet heel even mijn map af, want ik zie bijna helemaal niks. Oh ja, en we krijgen nou trouwens ook presents. Dat heeft dus te maken met die Christmas special waar ik het al over had. Het enige van alles, we zitten nou nog eventjes in een Goblin Army. Ik noem het gewoon een Moblin Army. ik ga heel even naar de nurse, jongens. Echt serieus. Hello, nurse. En als jij weer zo creepy gaat zeggen, please come again. Echt serieus. Nou ja. Zal ik je edit werk geven? Nee, jij blijft leven. Waarom wil je me edit werk geven? Serieus. Je hebt nog 770. Nou, ik zat meer over de... Please come again. Oh, dat. Nee, dat is een eenmalige grap, dus... Ik wil niet de grap een beetje te vaak gaan gebruiken, hè? Wat komen jullie nou hier met z'n drieën, hè? Moet je nou eens kijken, joh. Je kunt helemaal niks. Je kunt alleen maar aanlopen. Ta-t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 a
Oh, ik heb mijn eerste present, Chico. Nou, we zitten in ieder geval nog steeds op de character lock. Dat zal deze hele let's play blijven. Ik ben de ranger. Erwin die is de mage. En Erik is, of ja, Mewmay. Die is, zeg maar, de melee'er. Dus. Ik verbras gewoon al mijn kogels hier eventjes aan, maar het is goed met jullie. Sterf! Ik ben zo blij met die, dat ik die holy arrows heb van de baas van de vorige keer. Ik serieus, die hebben piercing, dus die kunnen door meerdere vijanden heen. Kom op, we zitten op 95%! Ik heb geen mana meer. Oh, damn. Het doek! Thanks, COVID-weed. Vijandjes? Hier komen ze. Ja, ze hebben wat moeite met langskomen. Ze durven niet meer. Oh, mijn pistool is leeg. Nou, ik weet hoe de MP en HP uit eruit zien. Oké, nou de Goblin Army is defeated. Dus ik doe heel even een knipje en ga heel eventjes terug snel naar de voorbereidingen van. Dus ik zie jullie in een seconde. Jij gaat weg. Tot zo. Jij gaat weg. Goed zo, braaf. Muziek weg.
Mooi. Oké. Ik knip heel eventjes en ik zie jullie in een seconde. Nou, dat was een hele interessante knip. Nogmaals, dat was het, dames en heren. Er zijn in ieder geval ook een paar NPC's bijgekomen. We hebben Brimst, dat is de armsdealer. Die is gespecialiseerd in kogels, wapens en dat is een beetje, zeg maar, mijn NPC'tje. En ondertussen hebben we ook Rosalva. En die is dus, zeg maar, van de natuur. Daar kun je pumpkin seeds van halen. Heel veel zaad. Yes. Dus, en die kan je ook de status vertellen over hoeveel corrupt is en niet. Dus, it's a spiky ball. Oh ja, dat is throwing damage. Die gebruik ik bijna nooit. Nou, zoals ik al zei, er zijn dus presents bijgekomen en alles. Maar, zoals ik dus al probeerde te vertellen aan het begin van deze aflevering, toen ik op dacht van, kom, laten we eventjes gaan lopen klieren, is er hier een kistje geplaatst. Dat kistje zagen jullie al waarschijnlijk met een kluisje ernaast staan, omdat ik was bezig met het over te transferen, omdat het is kerstmis. We zitten pas net in het begin van Terraria, dus sommige materialen zouden we eigenlijk nog niet kunnen krijgen. Maar zit toch in dit kistje verborgen. Ah, Stefan, hou nou eens op met leuteren en open dat kistje gewoon. Nee, eerst naar het bordje. Beste helden, het is kerst, dus is het tijd voor je eigen huis te maken en het leuk te versieren. Spullen uit deze kist mogen niet verkocht worden, maak er iets moois van. Ah, het ruimt niet. Dat was ook niet de bedoeling. Ah. Nou, zoals je dus kan zien, er zit heel veel materialen in. Iedereen heeft één set van lampjes van iedere kleur, dus rood, groen, blauw mogen ze zelf versieren. Bovenste lijn, dat is, zeg maar, voor mij... De lijn daaronder, die is voor Mewmay. De derde lijn, die is voor Erwin. En de vierde lijn, daar pak ik deze heel eventjes bij. De musicbox. Want daardoor kunnen we dus kerstmuziek draaien die pas heel laat in het spel eigenlijk unlocked kan worden. De onderste rij is nog voor een beetje decoratie. Er staat overal bij iedereen een kerstboompje. En deze wordt gebruikt voor de Wall of Comments. Dus we gaan de Candy Cane blocks gaan we gebruiken. En de Pine Tree blocks voor het Wall of Comments huisje. Maar goed, dit wordt dus een echte bouwaflevering op het moment. En jongens, ik vraag heel even jullie stilte, want wij gaan ervoor zorgen tot de gewone Terraria muziek heel eventjes zachtjes in de afsluiting gaat. Want ik ga deze heel eventjes hierop plaatsen. En dan krijgen we dit. Dit is de Terraria Frostmoon muziek. Frostmoon komt pas heel laat in het spel, maar het is zo'n leuk kerstdeuntje. Ik vind het echt ook een kerststijl hebben, tot ik heb besloten om hem zeker erin te plaatsen. Jullie hebben hem al een beetje gehoord in de intro, dat stukje komt dadelijk in één keer langs. Maar goed, helden, wij gaan bouwen. Dus dit wordt een bouwmontage aflevering, want er is veel te bouwen, weinig tijd. Dus we gaan er een leuke montage van maken. Iedereen zijn eigen kleur, dus Mewmay in het groen. Yep. En wie je... Die bouwt alles nu in het rood. Ik maak het blauw. Dus wij gaan aan de slag. Oké, ja. Nou, weet je wel, we gaan wel bouwen. Beginnen. Die zit in de kist. Oh ja, team blauw. Oké, hoeveel granite blocks heb ik nog? Smooth granite wall. Granite blocks. Oké, ik hoop dat ik hier genoeg aan heb. Mocht het land niet vlak zijn, zorg er wel voor dat je het land vlak hebt gemaakt, zeg maar, als je dus ergens nog extra wil bouwen. Heel belangrijk. En wen maar aan de muziek, want de muziek gaat niet ophouden. Mooi, is leuk. Hij past er gewoon heel goed bij, dus... Ik denk dat ik de mijne dan hier ga bouwen. Oh, Ja, je kunt links of nog rechts, want hier moet het nog vlak gemaakt worden. Ik ga dan wel verder deze kant op. Ik ga hem dan wel over hier, ja. Ik pak hem wel links, denk ik. Aan de linkerkant van huis. Oké, jongens, nou, wij zijn al klaar met de voorbereidingen, dus ik ga er een vet voortmontage in gooien met deze muziek, zodat we niet een hele aflevering bezig zijn met alleen maar bouwen. Dus jongens, geniet van de muziek. De timecode komt in beeld wanneer dat we klaar zijn met bouwen, maar het wordt gewoon op een vet voort gegooid. Dus, enjoy! We'll be right back.
gaat niet goed. Oh boy, oké, terug naar de opname. Deze opname wordt, of deze bouwsessie wordt onderbroken door een Blood Moon! Joehoe! Gevaarlijk. Nou, oh, Erwin, past wel. Erwin wou graag wat verder doorgaan met zijn rode thema, denk ik. Is een beetje doorgeslagen door een Blood Moon op te roepen. Het regent rood. Ja, ik was nog bezig met mijn kerstverlichting. Duri! Kunnen we daar niet gewoon heel even wachten? Zie dat ik bezig ben! Nou, gewoon door. Echt, ja, inderdaad, ik bedoel... Ja, eigenlijk, waarom ook niet? Het wordt alleen wat spannender omdat we tegelijkertijd wat vijanden moeten verslaan, maar... Ja, maar we zijn weer gewoon ook wel weer terug bij de gewone audio-commentaar en zo, dus... ik doe even wat kogeltjes kopen. Ik heb nog niet genoeg voor de mini-shark helaas, maar dat maakt niet uit. En de muziek, ja, hier, hij speelt nog steeds. Hij is zo blij en vrolijk. Geen plan. Dus ja, mijn huisje begint er ook al een beetje op te lijken nou. Alleen moet ik wel zeggen dat het groen een beetje op geel lijkt. Maar dat maakt niet uit. Groene lampjes dan. Dus ja, Blood Moon die kunt dus zeg maar random spawnen. En dat increase de spawn rate van de vijanden. Daar komt het praktisch op neer. Ik heb een andere lampje snel. Oh, hier. Die... Kijk, daar komt bijvoorbeeld een kerstman zombie. Beest. Sterf. Ik heb een kerstboom al staan. En ik heb nog een banner. Het wordt echt eens tijd dat jullie eens wat banners krijgen. Ik heb ook al een banner volgens mij. Oh, je hebt er al een. Ik denk het wel, ik weet niet. Maar ik ben met mijn kersthuisje bezig. Shh. Moet dadelijk de bedrading, dat wordt het ergste. Ja. Ik ben weer mijn lampjes kwijt. We zijn mijn lampjes! Ik heb rood, ik heb blauw. Waar is groen? Oh, daar is groen. Dat we ook een paar leuke drops krijgen van de Blood Moon. Ik ben wel weer bezig met bouwen. Wat denk je van dit? Leuk, leuk. Nog een keer? Alweer! Jeez! Kom op, spel. Ik weet dat het veel knip en fast forward is, maar dit zijn van die scènes die moeten er weer verzeer in. En dan moet ik weer heel even zo'n partij maken, dan moet ik weer mijn editen, moet ik alles weer opladen. Wij gaan gewoon door met bouwen. Doe het. Inderdaad. Ik begin nu net een beetje op het punt te komen dat mijn huisje leuk... Ja, de wall of commerce die moet ook af. Inrichting. Oeh, yes, yes, yes. Ik heb een leuk item. Je hebt de piggy bank dinges. Yep. Kijk, het zijn toch twee verschillende deuren. Ik vind hem leuk zo. Alleen ik moet heel veel hout hebben dadelijk.
voor de signs te maken. Maar dat doe ik als we de kijkers er weer terug bij hebben. Want serieus, dit is wel een hele grote knip geworden. Ja. Het is echt zo'n fast forward en dan fade hij door naar weer een punt waar dat het volgende is gekomen. Dan hoor je ons krijs over een bladmoen, dat soort gein. Eén aflevering, anderhalf uur. Welkom in mijn wereld, jongens. Oké, nou het fast forward gebeuren en het bouwen en alles. Komt nu grotendeels gelukkig tot een eind. En ik zeg gelukkig omdat we zijn al anderhalf uur bezig. Dus we beginnen eventjes bij Mumee's huis. Die is nou met de kerstverlichting bezig. Daar staat zijn kerstboom in een boom. Hoe kom ik hier naar beneden om hem leuk te laten zien? Ik moet er eigenlijk omlopen. Ja. Dit is het commenthuisje. Hier komen alle comments op. Van aflevering 1 tot en met 5 hebben we de comments al. Dus heb je een leukste momentje, laat het weten in de reacties. Misschien kom jij dan ook wel op zo'n leuk bordje. Nou, hier hebben we nog het NPC-huisje wat we natuurlijk kennen op het moment. En dan hebben we hier onze Eriksenhuis met de kerstboom hier in het midden. Die is ook met de kerstverlichting bezig. Dus, en nog met een dak. En mijn huisje, ik vind hem voor nu grotendeels eigenlijk al af. En damn, het was een niet zo'n prettig kawaii om het zo te maken. Ik zal heel eventjes een draad pakken, zodat ik jullie kan zien. Want als je draden vasthoudt, kun je dus draadplacement zien. En ik heb dus alle lampjes laten twinkelen. En dat was een pain. Dat was echt een enorme pijn om dat te doen. Want dat wil dus zeggen, ik heb hier 3 seconden timers, zodat ik ze in de goede manier aanzet. En elke kleur is dus gedraad met de juiste kleur lamp. Dus dit is een heel draadverstijn geweest. Maar alles staat nu, als het goed is, op een goede moment. Dus dan doen we 1, 2, 3. Oh. Nee, kom ik heel veel dichterbij op te zien. Leuk. Ik wil hem anders hebben. Leuk. Ik wil hem anders hebben. Leuk. Ik wil hem anders hebben. Even wachten. Bijna goed. Weer bijna goed. Oh, blauw staat nou niet aan. Damn it. Bij mijn huisje gaat het een lastig gedoe worden om de draden te plaatsen. Mijn huisje heeft namelijk niet zo echt een heel erg rechte vorm. Ja, dit is leuk. Nou ben ik tevreden over hoe dat de seconde timer loopt. Dus, ik ga op zoek alvast eventjes naar de meteor. Dan kunnen hun nog heel eventjes verder bouwen, want we waren nog niet klaar met bouwen, dus vandaag. Dus, Succes. En ik hoop dat we snel running boots kunnen vinden. Maar dat doen we allemaal in de volgende aflevering. Ja, toekomstige zeep hier met de editing. Dus bedankt voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, dan laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal snel te zien bij de volgende aflevering van Terraria. Bedankt voor het kijken. Hier nog één keer de map. En ja, tot de volgende aflevering van Terraria. Sorry voor het abrupt einde. Maar dankzij alle dingen die gebeurd waren, heb ik helaas geen andere dingen voor. Dus volgende keer gaan we verder.